De herontdekking van de Griekse taal zet een aantal revolutionaire ontwikkelingen in gang die uiteindelijk leiden tot een nieuwe scheiding in Europa. Volgens Europa-kenner Jeff Fountain bracht deze reformatie soms ook iets te veel vrijheid aan plaatsen zoals Amsterdam. Welkom bij Uitgelicht Analyse over Europa. Goedenavond. De katholieke kerk had Europa in zijn greep. Niet de Bijbel stond centraal, maar wat de kerk zei. En dat was makkelijk in de middeleeuwen, want niemand kon toch lezen wat er daadwerkelijk in het boek stond. Maar daar kwam vanaf 1500 verandering in, met als gevolg een nieuwe scheuring in Europa. Deze aflevering van Uitgelicht Analyse bespreek ik de reformatie samen met Jeff Fountain, oprichter van het Schumann Center for European Studies, een denktank voor een christelijke visie op Europa. Goedenavond, meneer Fountain. Goedenavond. En welkom weer in onze studio. Vorige keer hadden we het over de kloosterbeweging. Hoe belangrijk waren die kloosters voor Europa? Nou, zeer belangrijk. Want die waren de bouwstenen voor de nieuwe Europese orde na de instorting van het Romeinse Rijk. Want ja, de steden waren verwoest. Die kloosterbeweging, die door vanuit Ierland en door Frankrijk, Gallië, helemaal naar Zwitserland, Oostenrijk. Mensen zoals Columbanus, die vanuit Ierland kwamen, echt een apostel van Europa geworden, heeft deze leefgemeenschap gevormd. Die waren centra van niet alleen gebed, niet alleen aanbidding, Bijbel vertalen, Bijbel schrijven enzovoort. Die waren centra voor landbouw, voor economie, ja, voor de kunst, voor onderwijs. En op zoveel terreinen. En eigenlijk, die waren de model voor de steden, de city-states, de steden-staten, die later in de 11e eeuw naar voren kwamen, Italië en de Lage Landen. Die waren leefgemeenschappen die gebouwd waren op verbond. Nou, we hadden het over het idee van agape. Hoe belangrijk dat was voor de ontwikkeling van Europa. Ja. Professor Govert Baals van de VU, hij praat hierover. Dat gaf een nieuwe basis voor samenkomen van mensen. In plaats van macht en familie, van bloed dus. Mm-hmm. Je had de mogelijkheid om gemeenschappen te hebben gebaseerd op verbond met elkaar aan God. Ja. En zo was een klooster, maar zo waren de eerste steden. En in de tijd van Erasmus, van de reformatie, Erasmus zei, wat is een stad, maar één grote klooster. Dus de kloosters waren heel belangrijk voor de ontwikkeling van Europa. Ja, naast die kloosters was ook de islam in opkomst en van belang in Europa. Nou, we hadden vorige keer gezegd, hoe de komst van islam had eigenlijk van de vijf patriarchal steden, dat is Jeruzalem, Antioch en Alexandria, alleen twee daarover, Rome en Constantinopel. Dat heeft geleden voor de ontwikkeling van een tweesplit, Grieks gebaseerde Constantinopel en Latijns gebaseerde Rome. Ja. Dus in die zin had het een enorme impact. Ook toen islam probeerde voet te krijgen aan van Europa. Dat heeft de consolidatie van de christenen of Europeanen gemaakt. Yes, dus, even inzoomen op Constantinopel. Ja, dat was een klooster. En hier is een derde fase van de invloed van islam. Want de val van Constantinopel in 1454 had enorme consequenties in twee richtingen. Ja. Eerst, Constantinopel was een soort tweede Rome. Nu dat gevallen was, is Moskou in de beeld gekomen als een derde Rome. En de prins van Moskou werd de verdediger van de orthodoxe geloof. En dat is nog steeds het verhaal van Poetin, dat hij heeft dit verantwoordelijkheid om de orthodoxe geloof te verdedigen. Weer waar het heden raakt. En hij is zeer bewust van dit verhaal. Maar ja, hij weet misschien meer dan wij over hoe dit geschiedenis van het verleden heeft de heden beïnvloed. Ja. Bij die val van Constantinopel vluchten die monniken weg. En dat was de tweede invloed van de val. Is dat veel monniken gingen naar het westen toe. Naar Italië bijvoorbeeld. En ze hebben de manuscripten meegenomen. Griekse manuscripten. Nou, Grieks was geen taal die gestudeerd werd in West-Europa toen. Erasmus heeft de eerste Griekse afdeling opgezet in Leuven.
En dat was helemaal nieuw. Alles was in het Latijns en de Bijbel was in het Latijns. Je had de Vulgaat-vertaling van Hieronymus van de 4e eeuw. En hier was het 1000 jaar later, 1100 jaar later eigenlijk, ze begonnen de Grieks te herontdekken. Mm. En deze manuscripten waren dichterbij het oorsprong van Christendom dan de Latijns. Yeah. Dus mensen zoals Erasmus, hij begon al deze manuscripten rond Europa te reizen om de manuscripten te lezen om beter naar de oorsprong van het Nieuwe Testament vooral te kunnen komen. Yeah. En ja, hij was, ja, we noemen hem een humanist. Er waren geen humanisten zoals wij het nu noemen, toen. Een humanist was iemand die de oorspronkelijke talen studeerde. Hebreeuws, Grieks, Latijns. Hij was een diep gelovig iemand. Ja. En eigenlijk zijn belangrijkste werk was een vertaling van het Nieuwe Testament die volgens hem dicht bij de oorsprong was. Wegens al deze Griekse manuscripten kon hij een veel betere vertaling samenbrengen. Ja. En hij heeft het naast de Vulgaat gezet. Te zien, is de Vulgaat echt accuraat? En hij heeft allerlei veranderingen gezien. Ja. En dus is hij gekomen met een verbeterd Latijns versie. Naast een Griekse versie. En hier zie je in 1516 zijn twee kolom Grieks, Latijns, Nieuwe Testament. Parallel edities parallel, zou je kunnen zeggen, zoals we ze nu ook kennen. Inderdaad. En een van de dingen die hij ontdekte was dat Matthäus zei, Johannes de Doper en later Jezus, ze kwamen met een boodschap, bekeer je, want het koninkrijk van God is dichtbij. Niet doe boete. Boete doen. Dat is heel anders. Maar de Vulgaat zei boete doen. Yeah. Maar nee, het was een hartverandering die nodig was. Nou, 1516, zei ik, was deze verschenen, deze tekst verschenen. En Luther had het gretig gelezen. Yeah. En hij zag dat ook. En het is geen ongeluk dat een jaar later, 1517, is hij gekomen met zijn 95 stellingen. Dat was de staat zijn eigenlijk voor de reformatie. Want dat is de wonderlijke loop van de geschiedenis. Erasmus, Luther, die las die editie. U zegt net wat hij ontdekte. En een jaar later spijkerde hij zijn stellingen aan de kapeldeur. Nou, zo het verhaal gaat, maar het is, de meeste historici denken niet dat hij ooit heeft gedaan. Want Luther heeft nooit daarover geschreven. Maar goed, waarom koos hij 31 oktober? Ja, dat is interessant. In de katholieke kerk, was 31 oktober Allerheilige Dag. Mm-hmm. En je had gebeden voor de zielen van de mensen die overleden waren. Want het geloof was dat de zielen zweefden overal en nergens. En dus je moet ook aflatingen betalen voor deze mensen dat ze hun tijd in de purgatory, de tussenstaat tussen de vagevuur. Ja, vagevuur. Ja. Minder zou zijn. Nou, dus Luther kwam en zei, dat is niet de basis waarom wij in de hemel kunnen komen. Dat is door geloof. En dus hij zag dat dit was alleen een goedkoop manier om geld te winnen voor het bouwen van St. Peter's in Rome. Zo was het eigenlijk. En daarom heeft hij bezwaar gebracht op die dag waar de meeste mensen zullen naar de kerk gaan om die aflaten te kopen. Dat was 31 oktober. Ja, en natuurlijk, dit idee van de geesten die zweven, dit heeft te doen met Halloween. Het was een verbastering van de christelijk geloof. Ook met heidense ideeën, zoals in de Keltische verhalen. Dat was de avond waar de onderwereld zal openkomen en alle geesten eruit komen. Dus je hebt nu zo'n gemenging van een soort christelijke of half-christelijke geloven en heidense geloven in dit hele Halloween gebeuren. Dus er is wel zo'n verbinding tussen hervormingsdag, 31 oktober, en Halloween. Ja, duidelijk. Denkt u dat Luther en Erasmus elkaar kenden? Nou, ze kenden elkaar, maar niet persoonlijk. Ze hebben nooit elkaar ontmoet. Maar
In het begin was, Erasmus heel open voor de ideeën van Luther. Maar Luther was zo... fanatiek? Ja, ondiplomatiek, zeg maar. Hij noemde de paus al. In het begin, Luther wil geen kerkscheiding hebben. Kerkscheuring hebben. Hij wilde hervormen. En hij dacht, zijn eerste pogingen, hij dacht dat echt de paus zou dankbaar zijn voor hem. Om deze tekortschietingen naar voren te hebben gebracht. Maar dat was niet het geval. En dus uiteindelijk was het zo'n polarisatie. Maar Luther was een vredestichter. Mm. Erasmus was een vredestichter. En hij wilde echt, hij was niet eens met de methode van Luther. Maar Erasmus wilde ook hervorming zien in de kerk. En hij was een kritiek op de slechte dingen in de kerk. Ja. En de meeste humanisten vandaag, ze claimen Erasmus als een van hun. Een kritiek op christendom. Nee, het was een kritiek op de kerk zoals het was. Of christendom als je dat ziet als de institutionele vorm van christelijk geloof. En, maar Erasmus was... hij wilde een reine kerk naar voren zien komen. En dat wilde Luther ook. Ja, toch zou je deze ontwikkelingen kunnen zien als het begin van de reformatie. Er waren meerdere reformaties in Europa. Ja, inderdaad. Luther is duidelijk gezien als hij was degene die de staatszin had gegeven. Maar er waren heel veel bewegingen van tevoren. Het kwam niet gewoon uit de lucht. En hier in Nederland heb je voor 200 jaar een vernieuwingsbeweging die een hele belangrijke rol had gespeeld. En zelfs Luther was in een van zijn scholen. En ik praat hier over de moderne devotiebeweging die is begonnen in Zwolle en Deventer. En heel veel... over de grenzen heen naar Polen, Frankrijk, verspreid. En dat was zeer Christus-centrisch. Je kent misschien het boek In het Navolging van Christus door Thomas de Kempis. Dat was hun devotieboek. Je had 20 kloosters in Amsterdam. Allemaal waren eigenlijk volgelingen van de moderne devotiebeweging. Het was een hele belangrijke vernieuwingsbeweging die 200 jaar lang was in Nederland. En het heeft eigenlijk de weg voorbereid in zekere zin voor de reformatie. Ja. En zelfs Erasmus was op school in Deventer bij hun. En in Luther in Magdeburg. Dus er waren al, je had de Franciscanen, Dominicanen, je had de Waldensians. Je had verschillende bewegingen. En na de Lutherse reformatie had je ook in Zwitserland met Zwingli, later met Calvin. Ze hadden allemaal hun eigen kleur. In Engeland met Henry de VIII, dat was geen reine reden voor een reformatie. Want hij wilde zijn verhaal scheiden. Maar dat mocht niet van de kerk. Klopt. Ja, en zo is de kerk van Engeland begonnen. Het was geen goede begin, maar toch... er waren wel ware gelovigen die Cranmer en Latimer en anderen, die eigenlijk de Engelse reformatie had geleden. Maar je had ook een radicale reformatie van de wederdopers. Die zeiden nou, maar mensen zoals Luther en Zwingli gaan niet ver genoeg terug naar de oorspronkelijke definitie van de kerk, waar we zagen een paar weken geleden over Constantijn. Een nieuwe definitie over wat het betekent om christen te zijn, wat het betekent kerk te zijn. Ze zeiden eigenlijk, alleen hij die gelooft, echt gehoorzaamt. Ja. Alleen hij die gehoorzaamt, echt gelooft. En dus zij wilden een diepere... het is een beetje zoals de kloosters, de Klausenaren, die naar de woestijn gingen. Ze wilden een reine vorm van christendom hebben. Ja. En die speelden een hele grote rol, vooral in Friesland, hier in Nederland, onder de leiding van Menno Simons en de Mennonieten die daar vanuit kwamen. De wederdopers hadden een radicale reformatie. Ze wilden naar de wortels van dingen. Radics. U noemt radicaal. Er zijn ook veel oorlogen ontstaan uit deze reformatie, zeg maar. Van mensen die tegen elkaar opstonden. Ja. Groeperingen. Nou ja, een andere reformatie was eigenlijk de katholieke reformatie. Wat wij de contra-reformatie noemen. Maar dat was ook veel vernieuwing binnen de katholieke kerk. Maar goed. Ja, er waren heel veel... En mensen zeggen, kijk naar godsdienst. Godsdienst is de oorsprong van al deze vreselijke oorlogen. Nou, er is wel... een kern van waarheden daar. Maar aan de andere kant, waar ging het over? Denk aan de 80-jaar oorlog hier in Nederland. Dat was eigenlijk een godsdienstelijke oorlog. Want de kern daarvan was vrijheid. Vrijheid van geweten. En Willem van Oranje zelf was zeer bewust van de woorden van Erasmus. Die zei, in een vrije land
tongen moeten vrij zijn. En daar ging het om. Het is dezelfde situatie als in de Oekraïne momenteel. Ja, en wij moesten 80 jaar vechten. Ik hoop niet dat de Oekraïners 80 jaar moeten vechten. Maar het ging om de gezag. Het ging om politieke vormen. Het ging om de samenleving. En wat betekent een vrije samenleving? En wat is, op welke basis bouwen wij een samenleving? Mm-hmm. Daar ging deze oorlogen over. Ja, het bracht ook wel een scheiding teweeg, hè, in Europa. Tussen nou, uiteindelijk, ja, na de oorlog, na alles gezetteld was in de midden van de 17e eeuw, zeg maar, de Verbond van Westfalia, 1648, was een heel belangrijke mijlpaal in Europa, want toen was het gezegd, oké, beide kanten waren eigenlijk zo moe. We moeten nu stoppen en eens zijn dat sommige landen zullen katholiek zijn, sommige zullen Luthers zijn, sommige Calvinistisch. Over andere waren niet gepraat, zoals de wederdopers, maar goed. Het was een stap in de richting van vrijheid van godsdienst, maar toch in je eigen land moest iedereen Calvinistisch zijn of Luthers. Zoals hier in Amsterdam nu hebben we al deze schuilkerken. Hier had je eigenlijk meer vrijheid dan ergens anders in Europa. Maar toch mocht je niet gezien worden als een kerk als je een Lutherskerk had. Ja, je moest dan of een wederdopers. Ja. En zo zijn al deze schuilkerken nog steeds in Amsterdam. Je hebt onze lieve Heer op Zolder, een 3-verdiepings barokke katholieke kerk, ja, maar het ziet uit als een huis. Of je hebt de singlekerk van de Mennonieten of de wederdopers, doopsgezinden. Maar zou je kunnen zeggen dat toen de basis gelegd is voor de, nou, noem het scheiding in Europa, ja, die we nu nog steeds zien? Ja, we hadden de laatste keer over de scheiding Oost-West. Ja. En nu hebben we een Noord-Zuid en de westerse kant vooral van de Reformatie. En dat is nog steeds de landschap van Europa. We hebben het gezien door de laatste 15 jaar met de financiële crisis. De rijke noordelijke landen, meer protestantse achtergrond, en de katholieke zuidelijke landen, voornamelijk. Je hebt ook de Griekse land. Maar ja. En als je door de democratie, de index van democratie, van corruptie en van vrijheid, je ziet voornamelijk protestantse landen, of landen met protestantse achtergronden zijn hoger. En dan komen de katholieken, dan komen de orthodox en dan heb je de moslim enzovoort. Je ziet wel de invloed van de Bijbel op dagelijkse leven, ja, nog steeds in onze samenleving. Ja, het was ook een tijd van ontdekkingen, van wetenschap, van kennis. Ja, heel veel mensen denken, ja, nou ja, godsdienst is zo een belemmering aan wetenschappelijke onderzoek. Dat is niet de waarheid, historisch gezien. Als je ziet, nou, waar de wetenschappelijke academies bijvoorbeeld, de Royal Academy of Science in Engeland, de stichters daarvoor waren diepgelovige mensen, vooral Puritanen zelfs. Want ze zagen, onder de katholieke kerk, je mocht niet tegen het leer van de kerk. Ja. Dat heeft Galilei ontdekt, dat heeft Copernicus gevonden. Maar de protestanten zeiden, nou, we moeten niet alleen Gods boek van woorden lezen, wij moeten ook Gods boek van werken lezen en ontdekken. En dat is eigenlijk zijn commissie voor ons, zijn opdracht, om meer en meer van Gods goedheid te ontdekken, ja, in de kosmos. Ja. Dus kwamen allerlei pogingen om meer te ontdekken, de wetenschappelijke revolutie. Ja. Nou, hier ook zie je, dit is de Age of Exploration, ontdekking met al die scheepsreizen, maar dat heeft ook te doen met islam. Want islam had controle over het Midden-Oosten. Dat waren de route naar de Verre Oost. Dus de Europeanen moesten andere route vinden. Boven Rusland, naar Amerika toe, onder Afrika. En het was veroorzaakt door islam. Het heeft gedwongen, de westerse mensen gedwongen om nieuwe route te vinden. Ja. En dat heeft dus, dat was een katalysator voor de ontdekkingen van vele nieuwe landen. Ja, de kunst kwam ook tot bloei in die tijd. Jazeker, want vooral Rembrandt is een uitstekend voorbeeld van dat opeens was de scheiding tussen de heilige en de seculare kant van het leven. Ja. Nou, verdwenen. Ze zeiden, nou, wij moeten God zien in gewone mensen.
En dat zie je in Rembrandt. Zijn klanten waren niet de kerk meer. Nee. En ja, hij woonde daar in Amsterdam, in het midden van de koopmansmaatschappij, zeg maar. Dus zijn klanten waren de rijke koopmannen enzovoort. Ja. Maar hij had een andere blik op de mens gekregen. En wat gebeurde was dat met het einde van de katholieke kerk gezag, had je nieuwe mogelijkheden om wat was gezien als de mystiek, de mysterie van de wereld te ontdekken. En in zekere zin was het een soort demystificatie. En ja, je ziet het ook in de Eucharistie. Mm-hmm. De katholieken verwachten dat God zou komen en een wonder doen om het wijn in bloed te maken, de brood in vlees. Maar voor de protestanten verwachtte God niet zo een wonder te doen. De verwachting was daar niet voor God in de dienst te komen. Het was meer een hoofdkennis. En dat heeft geleid tot een deïsme, een soort afwezig God. En dat was eigenlijk een eerste stap naar een secularisatie. Ja, maar je zou kunnen zeggen die mystiek verdween, de Bijbel kwam centraal te staan. Ja, en dat zie je in de architectuur van de kerken. Mijn vrouw en ik gaan naar de Noorderkerk in Amsterdam. Ja. En daar, dat was de eerste kerk in een octagonaal vorm gemaakt, zodat de preekstoel zou echt in het midden kunnen zijn. Het woord staat centraal. Het woord centraal, ja. Maar het gevaar werd, je verwachtte de ervaring niet te hebben. Ja. En ook al deze godsdienstelijke oorlogen, zo genoemd, het was de dynamiek van de reformatie zelf was verloren. En het was droog, scholastische regels die overnam. En het was een behoefte voor nieuwe bewegingen, nieuwe vernieuwingsopwekkingen te komen. Ja. Als we even concluderen, de reformatie hebben we besproken. Speelde de Bijbel nog wel een rol na die reformatie? Jazeker. Zeker, de Bijbel, niet veel tijd hier daarover te praten, maar ondanks het feit dat de Bijbel centraal was voor de reformatie, en het bleef centraal voor de protestantse kerken, toch had je een bepaalde proces van secularisatie aan de gang. In 1578 was het de alteratie in Amsterdam. Van de ene dag naar de andere werd Amsterdam van protestants naar van katholiek tot protestants. De katholieke leiderschap van de stad waren in twee boten gestuurd en ze moesten vertrekken. En al deze voormalige kloosters hadden seculaire gebruik. De VOC-hoofdkwartier heeft de klooster van de Paulusbroeders overgenomen, bijvoorbeeld. Of je had kloosters die weeshuizen waren, of oude mannenhuizen waren, of bibliotheken waren, enzovoort. Dus dat was eigenlijk het beginpunt van de proces van secularisatie, die heeft over de volgende eeuwen onze moderne Europa gevormd. Daar is toen de kiem voor gelegd. Ja, en je had van in het begin gezegd, Europa, de paradox van Europa is, het is het werelddeel die meest beïnvloed is door de Bijbel, maar ook door de afwijzing van de Bijbel. En we kunnen zien, de reformatie had wel een rol daarin gespeeld. Er waren heel veel belangrijke en heel positieve kanten van de reformatie. We moeten ook zien dat als dat geen levende geloof was, persoonlijke geloof was, het heeft geleid tot een deïsme en daarna een atheïsme zelf. Ja, want we krijgen natuurlijk nog de renaissance, waarin alles vrij werd. De Bijbel misschien aan de kant geschoven werd. Uitmondend in het atheïsme, zegt u eigenlijk. Nou ja, de renaissance zelf, vooral in Noord-Europa, had de Bijbel centraal. Ja. Maar dat was een soort eerste fase, later de verlichting. En door de verlichting, we praten hier daarover volgende week, dat was een tijd waar we dachten, we hoeven de Bijbel niet, we hoeven de kerk niet. Ja. En eigenlijk zou Europa beter zijn zonder Bijbel en zonder kerk. En dat was het idee. Ja. Maar ze hadden vergeten dat eigenlijk de concepten die ze dachten verlichtingsconcepten waren, zoals vrijheid en egaliteit en broederschap, waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan? Dat zien we later.
Ja. Tot slot, die secularisatie begint dus dan. Hoe zag je dat in de samenleving? Gingen kerken dicht? Werd de Bijbel uit het openbare leven De grote ontkerkeling bijvoorbeeld hier van Nederland is alleen de laatste 50 jaar of zoiets. Men was gewend om naar de kerk te gaan. Mm. Maar in de 19e eeuw, men begon verder de hele politieke idee van een de overheid te denken. En je had de invloed van de Franse revolutie en de revolutionaire denken en liberalisme enzovoort. Maar je had de anti-revolutionaire bewegingen, mensen zoals Groen van Prinsteren en Abraham Kuyper. Uiteindelijk begin je te zien, en vooral van de tijd van de begin van de verlichting, René Descartes, Spinoza, John Locke enzovoort, alle mensen die hadden te doen met Amsterdam, dat was een hele belangrijke fase te denken over, wat is de rol van geloof in de samenleving? En we hebben meer daarover te zeggen later. Ja, zeker, want dit was de analyse over de hervorming van Europa. Dank Jeff Fountain en graag tot een volgende keer. Dit was Uitgelicht Analyse voor vandaag. De reformatie leidde er dus toe dat de mystiek verdween uit de kerk. Waardoor ook God eigenlijk verdween uit de kerk. Het baande de weg voor idealen waar God niet meer terug te vinden was. Socialisme, liberalisme en nationalisme. De gevolgen oorlog en strijd, waardoor Europa ingrijpend zou veranderen. Graag tot volgende week. Dag.